Er was eens een theepot. Madame Theepot. En Madame Theepot was niet zomaar een theepot. Nee, ze was een hele statige en trotse theepot. Trots op haar bijna doorzichtig porseleinen huidje. Trots op het prachtig oor dat ze op haar rug droeg. En trots op haar lange en elegante schenktuit. Ja, ze was magnifiek, vond ze zelf. Maar over één ding was ze wat minder tevreden. Haar hoofddekseltje. Dat was ooit eens gevallen, gebroken en gelijmd. En daar waar vroeger een paar mantel prijkte op het kruintje, zat daar nu een grote barst, een litteken. Telkens als madame haar hoofd bewoog, rammelde het dekseltje. En was ze bang dat ze het zou verliezen. Maar dan praatte dan ook niet graag over die, over die oneffenheid. Nee, dat liet ze wel aan anderen over. De theekopjes, het melkkannetje, het suikerpotje dat nog wel een krul op haar dekseltje droeg. Regelmatig hoorde ze hoe ze roddelde. Over die grote lelijke barst en over dat vreselijke gerammel. Ach, verzuchtte Madame dan. Niemand is perfect, maar gelukkig heb ik ook mijn goede eigenschappen. Want het hele theeservies had een porseleinen huidje. Het melkkannetje en de theekopjes hadden allemaal een oor, net als madame. En het suikerpotje droeg een dekseltje, net als madame. Maar madame had iets wat de anderen niet hadden. En zij had die elegante schenktuit. Bovendien stak ze met kop en schouders boven de rest uit. En dat maakte haar tot de grand dame van de theetafel. De suikerpot en het melkkannetje zijn de dienaren van de smaakmakers, zei madame altijd. Maar ik, ik ben de gulle schenker. Met mijn theebrouwsels breng ik warmte in koelere dagen, verfrissing in warmere dagen. En breng ik verlichting tegen allerlei kwaaltjes. Smakeloos kokend water komt in mijn buik tot leven met Chinese theeblaadjes, met verse kruiden en met pittige specerijen. Dat is mijn talent, dat is mijn deugd. En dat was ook wat Madame Tepel deed, dag in, dag uit, thee schenken aan haar gasten. Tot dat ene moment. Madame herinnert het zich nog wel. Haar water was perfect op temperatuur en de, en de melange, de theemelange was echt exact op smaak, klaar om geschonken te worden. Ze voelde hoe, hoe een onhandige wiebelende hand haar oppakte. En ze voelde hoe ze weggleed. Ze riep nog: Oeh, kijk uit! Maar het was al te laat. Ze zuiste door de lucht en viel met een plof op de grond. Haar oorbrak af, haar tuit knakte. Haar dekseltjes spatten in scherven uiteen. En uit haar buik bloedde ze kokend heet water. Maar het waren niet al die fysieke ongemakken die haar zo pijn deden lijden. Nee, het waren die lach, Al diegenen die lachten op de achtergrond. De eigenaar van die onhandige hand, diens gasten en het theeservies. Allemaal lachten ze haar uit hoe ze daar lag, gebroken en leeggelopen. Wat er daarna gebeurde, weet madame nog precies. De scherven werden bijeengeraapt en weggegooid. En Madame kreeg een plekje op een donkere plank ergens in een stoffig hoekje. Uiteindelijk werd ze zelfs meegegeven aan een bedelaar die om braadvet vroeg, vroeg. En gevuld met dat vet belandde Madame in armoede. Ik was het een en ik werd het ander, bedacht ze. Zomaar van het ene op het andere moment. Nadat madame van het braadvet was ontdaan, kreeg ze een plekje ergens voor een raam. Dat was in ieder geval al beter dan in dat donkere hoekje bovenop die plank. En madame werd gevuld met aarde. Met aarde. Niet met een lekkere melange, nee, met aarde. Het voelde alsof ze zelf begraven werd. En toch. Iemand, ze wist niet wie, plantte een bloembol in haar buik. Maar wat er toen gebeurde, dat had ze nooit voor mogelijk gehouden. Die bloembal werd haar hart, haar kloppend hart. Ze voelde hoe de, hoe de bol barstte, hoe de wortels krioelden door haar buik. Ze voelde de kracht, ze voelde het leven, ze voelde de groei. Een stingel kwam erboven en een bloem kwam tevoorschijn. En Madame, die aanschouwde het van dichtbij. De bloem zei niets, bedankte haar niet voor de goede zorgen, maar dat was goed zo. Madame bewonderde haar schoonheid en genoot. De bloem werd alom, alom bewonderd en geprezen. En Madame was weer trots en gelukkig intens gelukkig. Helaas was het geluk niet van lange duur. Iemand zei: Die bloem heeft een betere pot nodig. En nog voordat Madame die woorden kon laten indalen en wat ze betekende, werd ze aan kapot geslagen. De bloem werd uit haar lichaam verwijderd en in een andere pot gezet. En Madame, wat nog resteerde van haar, werd argeloos op een binnenplaats geworpen. Daar ligt ze nu nog steeds, haar ooit zo porseleinen huidje beschadigd en besmeurd. Geen oor. Geen dekseltje, geen schenktuit. Het enige wat nog rest zijn een hoopje oude scherven. Maar gelukkig heeft ze nog de herinneringen. Die neemt niemand haar meer af.